Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik ben net wakker. We gaan even lekker ontbijtje maken. En ze komt zo ook naar beneden. Het is vandaag wel heel slecht weer hier. Het is waarschijnlijk de hele dag regen. Dus we moeten even met de planning komen. Maar ik ga eerst even ontbijt maken. Oh ja, ik wil mezelf net filmen. En toen zei ze tegen mij, ja, dat zou ik een paar jaar geleden echt nooit doen. Zeg maar mezelf zo in de ochtend filmen. Maar ik heb er nu echt maling aan. Ik denk van ja. Ik wil gewoon een vlog starten. En ik denk ook naarmate je ouder wordt, krijg je gewoon meer schijnt in het leven. Even anders natuurlijk ook als persoon. Dus zo, ik ga lekker eitjes bakken. Het ruikt zo lekker, eerlijk. Wat is lekkerder dan een eitje gewoon in de ochtend? Jouw pils. Heerlijk. Lekker brood aan het roosteren voor erbij. Ik ga even Tim hierin doen, want we gaan lekker buiten ontbijten. Zo, ontbijtje. Lekkere eieren met fruit, dadels, sucrine, lavashkiri en koolhydraatarm brood. Lekker theetje ook erbij. Lekker hoor, Les. Enjoying life. Oh guys, ik heb me klaargemaakt. Wat een makeover. Ik heb mijn nieuwe oorbellen in. En je kan dus ook echt zien dat ik allemaal nieuwe make-up heb gekocht van de Sephora. Want ik heb opeens een heel andere look. Maar ik heb echt zo'n goede mascara. En ja, ik heb een nieuwe lip liner, een nieuwe lipstift. Ik laat het jullie allemaal even straks zien. Als we weer thuis zijn, want we moeten nu even vertrekken. Het is vandaag best wel frisjes, zoals ik al zei. Ik heb vandaag een shirtje aan van Friends. Die heb ik gisteren bij de H&M gekocht. Kijk. En gewoon een legging van Adidas eronder. Kom, laat eens zien, Nes. Twinning is winning, bitch. Ik ben te oud ben om te bukken. Ja, we hadden dus gisteren bij de H&M even allemaal zelfde shirtjes gehaald. Je had echt heel veel Friends shirtjes. En de vraag aan jullie is... Komt deze t-shirt van de vrouwen of van de mannenafdeling? Laat het hieronder maar weten. Wat denk je nou zelf? Ik denk dat ze gaan antwoorden dan. Hallo, mannenafdeling. Ik ga toch niet iets van de vrouw dragen? Kom. Nou, laat maar weten hieronder. Even praten met de koeien. Welkom! Hallo, chillig! Oh, kijk die kleine koe dan. Kijk dan. Een kalfje. Moe. Ah, dat is zo leuk. Heb nul graag. Waarom zeggen ze niks? Ze reageren niet eens op jou, holla. Oh, die kleine kalf is zo mooi. Jalla, maar salame. We hebben niet eens gezegd wat we gaan doen. Ten eerste, we gaan even onderweg gaan we een koffie grabben. Waar ga je koffie halen dan? Ja, inderdaad. Hier is echt wel een koffietentje ergens. Dus echt tussen de groene velden en het is echt gewoon oneindig. Ja, bergen te rijden. Waar we eigenlijk naartoe willen, is naar een soort van... Oh, focus. We gaan naar een natuurpark. Daar hebben we dus een soort van kinderboerderij. Maar ze hebben daar dus gewoon wolven. En ja, je kan gewoon kijken hoe mensen ze dus voeden en zo. Dat vonden we wel leuk voor vandaag. Want het is vandaag een beetje slecht weer en zo. Ik weet anders niet wat we gaan doen. Dus daar gaan we nu even heen rijden. Maar we dachten, we vinden onderweg wel even een koffietje of zo. Nou, heb je koeien gezien? In the middle of nowhere zie je dat niet. Maar voor de mensen die trouwens nieuwsgierig zijn waar we zijn. Het plekje waar we zijn heet Vossenman. Nee, en Vossenmonje. Zoiets. Toch? Weet ik veel. Wij noemen het Veswa. Veswa. We hebben Arabische naam aangegeven. Veswa. Of het een aanrader is of niet. Het is een aanrader omdat het echt tussen groene velden zit. Helemaal omringd door groen. Als je dat lekker vindt, moet je het vooral doen. Maar het moet wel lekker weer zijn. Want anders is het gewoon echt niks aan. Want wij hebben bijvoorbeeld een zwembad. En als het niet mooi weer is, dan heb je gewoon geen fuck te doen. Je bent dat wel is eigenlijk de waarheid. Ja. Dus als het slecht weer is, heb je hier eigenlijk niks te zoeken. Want ja, kijk, dit is het gewoon echt. Kijk. Ik kan je niet even vermaken. En als je even naar de stad wil rijden, dus dichtbij zijn ze stad. Tenminste, een grote stad is Bordeaux. En dat is anderhalf uur rijden. Dus je bent er ook niet echt zomaar. Dus ja, dat moet je even overwegen. En dat was mijn... informatie. Goed zo, weer. Jongens, we hebben zoveel dieren gezien onderweg. Dat is echt leuk. Maar je moet nu echt oppassen, want die herten daar rondjes te rennen. Ik kom hier wel tegen. Oh, geweldig. Jongens, we zijn van die koeien tegengekomen. Een hert, een roofvogel. Wat zijn we nog meer tegengekomen? Een kat zijn we zelfs tegengekomen. Ja. Echt zoveel dieren tegen. Het is zo leuk gewoon om hier gewoon rond te rijden. Nee, je gaat hem niet kunnen zien. Jongen. Jammer man, ik wou de hert nog voor jullie filmen, maar... Pak een leuke hert. Dieren zijn gewoon ook echt heel snel. Hij was gewoon echt rondjes aan het rennen, heel vrolijk. J'arrive à part du tout. We zijn gearriveerd bij het park. Kijk.
Prachtig. Heel mooi. Zin in. Je kan ook zitten. Oh yes, oh yes, oh yes, yes, yes. Nou, daar zijn we dan jongens. Daar gaan we. Kijk die kleintje daar. Oh, die vind ik heel lief. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Tuurlijk. Echt leuk deze park. We gaan nu lekker naar de herten toe. Dat is leuk hè? Gezellig hoor. Als jouw camera valt bij de lullen. Oh my god, kijk deze. Ah, kijk deze Bambi's dan. Zo mooi. Zo zie je hoe groot een beer in real life is. Je ziet het hè? Beerniveau. Kan wel 2 meter zijn. Dat is wel leuk, ja. Oren. Oh mijn god, je mag bij de schapen en de geiten naar binnen. Ik weet niet of ik dat durf. Hey. Ik blijf wel hier. Oh mijn god. Maar volgens mij... Oh, je mag... oh mijn god, deze gaat open. Ja, je mag gewoon... Een... Oh mijn god. Dat durf ik niet hoor. Nee, ik durf dat ook niet. Maar ik vind het wel leuk van zo dichtbij. Hey. Er zijn wel andere soort geiten dan die jij leuk vindt hoor. Ja, deze zijn echt groot. Jij bedoelt die kleintjes hè? Hey, luister dan. Oh, kijk een nest. Oh mijn god. World Star. Mijn god jongens, we zijn bij de wolven. Kijk. Oh wauw. Dat is zielig eigenlijk ook een beetje. Wij reden net weg en toen zagen we een bord met ezels. Oh geweldig. Nou, we gaan er naartoe. Kijk wat er te beleven valt. Daar is die. Je kan dus hier gaan wandelen met de ezels. Nee. Ik ben omringd door deze honden. Ik ben kapot bang. Allemaal vliegen op hem. Ja. Ze hebben hier 6 ezels waar je mee kan lopen. Jongens, ik ga even naar het toilet hier. Wat je hier dus moet doen is plassen of poepen. En daarna pak je hier dus gewoon hout. En dan moet je daar overheen gooien. Ik ga het nooit geloven. Je ziet nu helemaal niks. We lopen met de ezel. We gaan gewoon een uurtje wandelen met de ezel. En hij heet Boonty. 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 Oh, dat is zo gezellig. Oh, dat is geweldig. Het is zo leuk. Dat is geweldig. Vind je het ook gezellig met ons of niet? Kijk, het is de route. Je hebt allemaal verschillende routes. We hebben een route van een uurtje. Kijk, dan zie je zo'n Hamari lopen naast Nessim. Oh, ik dacht dat je anders. Ik ga zo stuk om deze ezel. Hij is een andere ezel en hij trekt Nessim helemaal mee. Oh mijn... Mijn god, ik heb zo hard gelachen. Even rustig, kom. Hij trok Nessim echt helemaal mee. Ik ben echt blij dat ik hem toen niet vast had. Hij is wel echt, hij is lief hoor. Oh mijn god, mijn buik doet echt pijn. Oh. Wel lachen als je zeg maar zo'n klein kindje hebt dat die zeg maar zo erop kan zitten. Ja, dat is wel leuk. Daarna naar de wandeling. Moet het schoongemaakt worden. Nou, het ritje met de ezels was echt fantastisch gewoon. We hebben echt zo erg genoten. Geweldig. Wandeling van een uurtje ongeveer. En wij zijn nu weer verder gereden naar zo'n dorpje. Ze zijn hier terecht gekomen. We gaan hier lekker koffie drinken. Dus altijd als je koffie dus bestelt, krijg je een espresso. Dat heb ik al eerder verteld, maar ik vind het eigenlijk best wel lekker koffie. Kijk jongens, we gaan naar een patisserie. Kijk dan. Wij gaan voor zoetigheid vandaag. Dus we hebben dus wat gehaald van de bakkerij. Nou, Nessim heeft een croissant. Nee. En ik wil graag een chocoladebroodje. Wil je een croissant proberen? Jawel. Nou, smakelijk. Dus zeg maar, dit is echt een croissant uit een bakker in een Frans dorp. Zeg maar, echter dan dit wordt het niet. Ik vind het niet bijzonder. Nou, lekker. Ah, hallo! Hallo! Ik kan niet met tijd. Nou. Weet je het? Ja. Hij is toch een zwerfhond? Nee. Nee, hij is gewoon een lieve hond. Ik wil gewoon eten. Mm. Zo,
Wat een dag, hè? Nee. Wij zijn nu onderweg naar een restaurant. We waren eigenlijk vandaag bij een Marokkaans restaurant eten, maar ik kan die opeens niet meer vinden. Of hij was gestolen. Wat was het nou? Verdwenen. Gewoon uit niks verdwenen. Terwijl ik hem gisteren nog had gevonden. In ieder geval, wij zijn nu op zoek naar een ander restaurant waar we de salades hebben gegeten. Ik vond die best wel lekker. En het is gewoon heel simpel eten. Je krijgt gewoon friet, een stuk vlees, kip of eend, vis, wat je wil. En that's it. En het was lekker, dus waarom niet? Ga je nemen dan vandaag? Friet met een vis of zo. Geen vis, hè? Ze hadden wel vier vissen. Ik ga denk ik die andere eend even pakken. Oh. Die uit de oven. Wat lekker hoor. Ja, ik moet even kijken weer naar het menukaart. Neem me vandaag een toetje. Samen toch? Dan voelt het minder als cheat. Oké, ja, hier is het volgens mij ergens. Oh, dat wil ik al zo lang eten hier. Ik heb lekker sardientjes. Eet je ze helemaal op met alles? Oh, dat durf ik niet met kop en al. Heerlijk. Nee joh. Oh. Frietjes met sardientjes. Ik durf alleen de hoofd niet te eten, maar ze zeggen dat het wel kan. Mm. Oh, eet je ook echt de ogen en zo? Oh my, oké, ik ga het gewoon doen met ogen en al, ja? Ja joh. Oké, ik moet er niet naar kijken. Gewoon lekker bijten. Oh, is zo fucking lekker. Moet je gewoon pakken? Goeie keuze. Kijk eens jongens. Crème brûlée. Ik heb het zo lang niet gegeten. Dat moet je echt in Frankrijk eten. En net met een wafel met ijs. Neem een hapje dan film ik je even bij een hapje. Jouw eerste crème brûlée, is niet jouw eerste crème? Nee, joh, is niet mijn eerste. Ah, jammer. Are you ready? Ja. Is die warm? Oeh, krokante. Oh. Oh, ja. Yes. En? Knapperig, hè? Lekker. Love it. Guys, er is gewoon een kat ons huis binnengekomen. En Nesim heeft haar kip gegeven. Oh, en toen ging ze keihard wegrennen met de kip in haar mond. Waarom is ze zo boos? Kijk. Zo, een paar uurtjes verder. Nesim is aan het PlayStation en ik ben even naar bed gegaan, want het is echt vrij laat. We hebben dus een nieuwe huis hierbij, want de kat die jullie net zagen, denk ik. Volgens mij heb ik het al gefilmd, toch? Ja, de kat die jullie dus net zagen, die wil dus niet meer bij ons weg. En elke keer sturen we haar weer naar buiten en dan gaat ze daarna weer janken voor de deur. Dus doen we weer de deur open voor haar. En dan rent ze weer door het hele huis heen. Ik weet niet wat de bedoeling is, dus... We hebben haar weer even naar buiten gedaan, maar ik denk dat ze zo met een kwartiertje weer terugkomt en gaat janken. Ik denk dat ze haar huis kwijt is of zo, want ze had ook heel veel honger. Maar goed, ze is wel echt heel erg schattig. Ze is wel echt wilder dan onze eigen katten. Maar ze is wel gewoon echt cute. En wij waren vandaag, ik heb het volgens mij ook niet gefilmd, toen we dus onderweg waren naar huis en we langs een boerderij gekomen. En ik zag dat opeens allemaal kittens. Toen dacht ik, waar komen al die kittens vandaan? Ook echt gewoon mooie... raskatten, zeg maar. Echt gewoon Persische kitten. Niet Persische, maar Britse kortharen. Echt heel mooie kleine kittens, Britse kortharen. Ze waren echt zo schattig. En ze wilden ze echt meenemen. Ze hebben erheen gereden en zag we opeens 20 katten gewoon bij elkaar op het boerderij. Gewoon echt heel veel, alle soorten. Kwam er opeens een oud vrouwtje aan. En die dacht van, wat de fuck doen ze voor mijn boerderij? Maar dat was echt gewoon een... typisch geval van een kat en vrouw. Het was gewoon een oud vrouwtje. En ze woonde daar alleen. En ze had echt mega veel katten in haar huis. En echt, dat is gewoon echt iets uit de films. Maar wij zijn het vandaag, we hebben het vandaag gezien met onze eigen ogen. Nesim wou één kitten meenemen. En wou hem kopen van haar. Maar ik zei van nee, doe even normaal. Want Lira en Dina gaan al niet goed. Laat staan een derde kitten erbij. Dus ja, toen zijn we maar verder gereden. Nu heeft hij het elke keer over die kitten. En toen kwamen we dus thuis en toen zagen we deze kat gewoon voor de deur. En nu gaat deze kat niet meer weg. We trekken echt gewoon dieren aan. In ieder geval, ik ga slapen. Ik wil even de vlog afsluiten, want daar ben ik heel erg slecht in. Zo, ik zag net een vlog waarin ik echt zo'n slechte einde had. Ik me gewoon schaamde, sorry daarvoor. Maar ik ben er gewoon slecht in. Als ik moe ben, ik ga naar bed en ik heb helemaal geen zin in deze camera. Maar goed, dat ga ik vanaf nu proberen te doen. Ik ga naar bed en ik zie jullie morgen weer. En waarschijnlijk gaan we weer met een ezel rijden. We hebben er echt heel veel zin in. Doei!